En het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization, PAHO, hebben vanmorgen een symposium georganiseerd over healthy aging, gezond ouder worden door middel van een gezonde leefstijl. Volgens Edith Tilon, onderdirecteur van het ministerie die het symposium heeft geopend, bestaat de wereldbevolking uit 7 miljard mensen. Hiervan zijn op dit moment 900 miljoen ouder dan 60 jaar. Dat aantal zal in 2050 stijgen naar 2,4 miljard. Heel veel mensen zijn daarop niet voorbereid. Ook wij niet, zegt Tilon. Volgens haar moeten we, om ze te laten genieten van een lange leven, de wereld anders bekijken. Voort zegt zij dat we moeten weten wat de definitie van gezond worden, van gezond ouder worden is. Bovendien vertrouwen op innovaties en nieuwe technologie voor zinvolle gezondheidszorgoplossingen die bijdragen aan een gezonder leven. Zo moeten we ons afvragen of sociale, culturele en economische normen nog wel aansluiten bij het langere leven van oudere mensen. Bij het ministerie van Volksgezondheid denken we dat het tempo waarin de verandering zich voltrekt hoger ligt dan het tempo waarin personen, gezinnen, gemeenschappen en de samenleving zich aanpassen aan een wereld waarin ouder zijn de norm is. Van belang is dat we leren om de vergrijzende samenleving zowel individueel als collectief beter te beheren. Deze strategische focus. Volgens Ellie van Kanten, specialist in Family and Community Health binnen de PAHO, is de mondiale strategie over het ouder worden en gezondheid sedert 2016 in werking getreden en het moet in 2020 eindigen. Het doel van deze strategie is vast te stellen welke activiteiten de WHO zal nastreven. Ik denk dat andere sprekers nog wel zullen benadrukken en ik denk dat u het allemaal ook wel weet dat healthy aging begint niet bij 60 plus, maar het is eigenlijk al vanaf, je kan zeggen vanaf de geboorte en als je nog verder terug wil vanaf de conceptie, maar goed, eigenlijk is het ouder worden proces zet al heel vroeg in en het is zaak om op jonge leeftijd, wanneer je eigenlijk nog niet eraan denkt dat je, weet je, vroeger toen ik jong was, vond ik mensen van 40 echt stokoud. Dus wanneer je dan jong bent, dan denk je echt van dat, weet je, later. Maar het is nu, willen we benadrukken dat wanneer je jong bent, moet je eigenlijk het fundament leggen om dus de voorwaarden scheppen om gezond ouder te kunnen worden. Aldus Ellie van Kanten, specialist in Family and Community Health binnen de PAHO. Ze sprak vanmorgen tijdens het symposium georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization PAHO over healthy aging.